Van harte welkom, een nieuwe aflevering van Zomervisite. Vandaag zijn we te gast bij Paul Zwaan. En we zijn aanwezig bij de plakhal van Maas en Waal. Zo is het. Ja, dat klopt. Jij bent de ontwerper van deze wagen. We gaan het eerst even over jouw persoon hebben. Wie ben jij? Ik ben Paul Zwaan. Ik woon tegenwoordig in Buren. Ik kom zelf uit Tiel oorspronkelijk. In het dagelijks leven ben ik visual merchandiser voor H&M. Dat klinkt heel stoer. Wat is dat? Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben samen met een heel team voor de complete winkelpresentatie. En dan staan wij vast in één filiaal. Mag ik het dan oneerbiedig zeggen, zeg maar etaleur, maar dan zeg maar de versie 2.0? Heel kort door de bocht etaleur, ja. En wat houdt dat werk dan precies in? Dat werk houdt in, wij zijn verantwoordelijk voor de aankleding van de mannequins. H&M krijgt elke dag nieuwe kleding binnen, dus wij moeten ervoor zorgen dat die kleding op de juiste manier wordt ingehangen, volgens de juiste trends, volgens de juiste kleurgroep. We zijn verantwoordelijk voor de belettering in de winkel, de signing. Eigenlijk heel divers. En dat doe je nu in Den Bosch, maar zit je door het hele land heen of hoe werkt dat? Ik heb nu vakantie en dan begin ik in een nieuw filiaal in Arnhem. Creativiteit dus eigenlijk, wat centraal staat in jouw leven. Is dat altijd al zo geweest? Ja, vanaf kinds af aan denk ik wel altijd bezig geweest met dingen bouwen, dingen zelf maken. Eigenlijk wel altijd mijn handen gebruikt. En waar bleek dat uit? Voordat er hier in Tiel het kindercorso was, was ik zelf al bezig om mijn eigen wagentjes te maken. En dan ging ik zelf op zoek in de natuur naar besjes en naar wild fruit. En dan kocht mijn moeder wel eens een bak met een zakje met bonen. En eigenlijk was ik toen al bezig om mijn eigen corso-wagentje te bouwen. Grappig, hè? Ja. Hey, dat corso, dat zit jou in het bloed eigenlijk, hè? Hoe ziet jouw corso-carrière eruit tot nu toe? Mijn corso-carrière, dit is alweer de 18e wagen waaraan ik bouw. Mm-hmm. De 9e grote wagen die ik ontwerp, dus het gaat hard. En ik ben ooit begonnen bij Corso Club Drumt. Heb daar een aantal wagens ook ontworpen. En op een gegeven moment kon ik daar niet meer ontwerpen. Waarom niet? Mijn ontwerp werd niet gekozen. Die was niet haalbaar. Mm-hmm. En toen heb om ik te maken bedoel je? Ja. Achteraf gezien was dat ook zo of niet? Daar kun je over discussiëren, maar... Een beetje ontwerper is eigenwijs natuurlijk. Het is een keuze geweest. Precies, een beetje ontwerper is eigenwijs. Het is een keuze geweest en dat is gebeurd. En toen ben ik uiteindelijk bij Maas en Waal terechtgekomen. Ja, dat is opgestart, ook alweer een tijdje terug. Ja. Vanuit de Stichting Weer Stromeland. Maar in het begin deed je dat niet alleen, hè? Was samen met Lieneke Slachter. Ja, klopt. In het begin samen met Lieneke Slachter. Lieneke die was toen al 2 jaar bezig hier, mm-hmm. 3 jaar zelfs. En wij zijn toen samen aan de slag gegaan. En was dat een leuke samenwerking? Heb je daar wat van geleerd? Ja, absoluut. Een hele leuke samenwerking. Lieneke is een heel fijn persoon om mee te werken. Sowieso een heel fijn persoon. En we hebben echt wel een goede tijd gehad. Alleen op een gegeven moment merkten we gewoon dat onze ontwerpersstijlen te veel verschilden. Ja, waar zat dat in? Ik ben toch wel iets meer van het traditionele af. Lieneke had misschien wat meer traditionele ideeën en dat botst een beetje. Oké, maar wel wat van geleerd? Ja, zeker. Heel veel van geleerd. Ah, en dan is het goed geweest, hè? Zo simpel is het. Een traditioneel ontwerp, dat kun je de wagen van dit jaar absoluut niet noemen. Dat klopt, inderdaad. We gaan dit jaar iets doen wat nog nooit gedaan is. Mm-hmm. We gaan dit jaar 20 kilometer visstraat in de wagen verwerken. En dat gaan we doen door 5600 draden te spannen van boven naar beneden. En daarmee beelden we 5 pinguïns uit die onder water duiken. En het spoor wat ze in luchtbellen achterlaten onder water, dat gaan we dus uitbeelden. Heeft dat niks meer met het traditionele corso te maken, hè? Dat is altijd eerst het framework, lassen, vervolgens inkleuren, papier-mâché, het hele radplan en dan de producten erop plakken. Ja. En dat is nu heel anders. Ja, we hebben eigenlijk een soort van paar stappen overgeslagen. De pingwings worden wel beplakt, dus die zijn inderdaad opgebouwd van piepschuim. En dat blijft natuurlijk fruit corso. Precies, fruit. Ja.
En ja, wat nieuw is, is dus dat we op die visstraat producten gaan rijgen. Dus daarmee gaan we een soort 3D-beeld creëren. Heb je dit idee al veel eerder gehad? Ja, het idee zit al 3 jaar in mijn hoofd. Vorig jaar stond de maquette voor een groot deel ook al in elkaar zelfs. Alleen op een gegeven moment moet je toch gaan afvragen, ja, gaan we het halen met de club? Is het haalbaar? Toen heb ik het niet aangedurfd. Waarom niet? Omdat het best wel wat van je club vraagt. Het is op een hele andere manier werken. Ja, dus de dingen die men gewend is, die zijn ineens anders. Ja, je moet je dus voorstellen dat waar we normaal gezellig een avond met z'n allen boontjes plakken bijvoorbeeld, moeten we nu een avond met z'n allen visdraad gaan spannen en gaan knopen. En je kunt je afvragen, is dat leuk voor de club? Dat heb ik toen niet aangedurfd. Ja, dit jaar wel de keuze gemaakt. Het idee bleef eigenlijk een beetje knarsen. Een beetje knagen in mijn hoofd. En toch de keuze gemaakt, we gaan ervoor. Het bestuur heeft ook unaniem meteen gezegd, we gaan ervoor. Dus dat is heel fijn dat je bestuur hebt die achter je staat. En meteen vanaf de maquettepresentatie bleek ook dat de leden 100% achter het ontwerp staan. Ja, je bent nog jong, hè? Ondanks 26 geworden. Heeft het Corso dit nodig? Ja, ik denk dat wij echt op een punt staan met ons Corso dat we vooruit moeten. We zijn als fruitcorso natuurlijk uniek op de wereld, omdat wij het enige fruitcorso in deze omvang zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat we nu echt op een punt aangekomen zijn dat we stappen vooruit moeten maken. En ik kijk zelf heel erg naar bloemencorso Leersum, bloemencorso Lichtenvoorde, bloemencorso Zundert, de grootste corso's ter wereld. Als je ziet wat zij in de afgelopen 10 jaar aan stappen vooruit hebben gemaakt, dan denk ik dat wij echt als corso zijnde achter liggen. En dan is, zijn dat lichtjaren of zijn dat nuances die aangelegd moeten worden? Ik denk dat je moet beginnen bij nuances, maar op bepaalde vlakken zullen er ook lichtjaren gemaakt moeten worden. En waar blijkt dat dan uit? Vertel eens, want je praat tegen de leek. Ja, qua organisatie moet er toch wel het een en ander gaan veranderen. Wat nu het grote probleem is dat we eigenlijk geen verdienmodel hebben. Dus alles moet uit sponsoring en een deel subsidie georganiseerd worden. En hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld in Zundert? In Zundert weten ze het hele parcours af te zetten en daar betaal je dus 10 euro entree, wat overigens elke euro waard is. En dan heb je dus goede inkomsten. En wat zij daar heel slim doen is ze investeren elke euro weer in het evenement zelf. En daardoor kun je elk jaar blijven investeren, waardoor je uiteindelijk inderdaad zo'n grote groei kan maken zoals Zundert de afgelopen jaren heeft gedaan. En waar blijkt dat dan uit? Wat is nou het verschil met Zundert ten opzichte van Tiel? Ja, als je dan kijkt wat er in Zundert meerijdt, dat zijn zulke experimenten. Ze hebben bijvoorbeeld tot 10 jaar terug een vernieuwingsprijs gehad. Maar op een gegeven moment werd er zoveel vernieuwd en geëxperimenteerd dat ze die prijs hebben afgeschaft. Omdat het elke buurtschap begon zo hard te experimenteren. Tegenwoordig hebben ze daarvoor een pluim in het leven geroepen. Dus dat is een soort extra waardering die de jury kan uiten als je iets bijzonders doet. Maar zo'n waarderingsprijs, dat is meer een stimulans dus voor de clubs? Ja, en wat jij zei over lichtjaren en nuances, om een nuance aan te brengen, dan is zo'n nuance voor mij al het stukje waardering vanuit de jury naar corso clubs die te durven experimenteren. En we hebben de afgelopen jaren binnen ons corso ook wel een aantal experimenten gezien, ook wel een paar behoorlijk extreem. Niet altijd geslaagd misschien, maar die hadden misschien wel meer waardering moeten krijgen. Het is in ieder geval gedurfd. Ja, klopt. Ja, en dat zijn met name dan ook jonge ontwerpers? Ja, er is binnen ons corso echt wel een groep jonge ontwerpers actief. Mm-hmm. Een hele hoop komen uit de kweekvijver van Corso Club Drunt. En die groep die heeft toch wel goede ideeën. Het schort misschien nog soms in de uitvoering, maar geef het nog een aantal jaren en ik weet zeker dat er nog veel meer experimenten uitvoeren. Het is ook altijd weer een strijd, hè, onderling. Maar ook zeg maar wat een jury dan uiteindelijk bepaalt. Ja, en ga er maar aan staan om zo'n wagen te jureren. Maar wat wel opvalt is dat heel vaak die vernieuwende ideeën niet echt gewaardeerd wordt. Althans als je kijkt naar de uitslagen. Ja, en dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor de jury. Want zij hebben een bepaald reglement. Zij moeten zich aan een bepaald stramien vasthouden om te jureren.
Ja, en dan moet, als je zo'n experiment uitvoert, dan moet ook alles 100% kloppen. Wil je daar ook 100% op scoren? En vaak met wagens waarin je dus een nieuw experiment uitvoert, zoals wij dit jaar. Ja, dan loop je het risico of het wordt een flop of het wordt top, zeg maar. Ja. En er zal nooit iets tussenin zitten. Dat is met deze wagen nu ook. Ja. Of die gaat heel hoge ogen gooien of je zit in de onderste regio's. Dat klopt. Ik denk dat er geen middenmoot mogelijk is. Dus je zit denk ik of in de top of inderdaad onderaan. Ja, ik maak dat Corso natuurlijk al jaren mee, ook met de televisie. Maar goed, ook als ik kleins af aan met een paar plepel ingegoten. En wat mij opvalt is dat er nog best wel veel wagens zijn. Ja, die hadden net zo goed 30 jaar geleden mee kunnen rijden. Ja. Nee, vind je dat niet jammer? Ja, dan sla je misschien wel de spijker op de kop. Is dat jammer? Ik heb altijd geroepen, ik ben niet zo van de traditionele wagens. Ja, mag hè, als dat een keuze is. Precies, inderdaad. Je moet ook een bepaalde diversiteit binnen je stoet hebben. Dus traditionele wagen is niks mis mee. En zeker voor de diversiteit binnen onze Corso-optocht is dat niet verkeerd. Maar het wordt wel tijd dat we een stap gaan maken binnen ons Corso. En dat er meer clubs gaan durven experimenteren. Want er zijn nog zoveel dingen mogelijk buiten de dingen die we nu laten zien. We zijn nu de laatste jaren wel heel erg aan het experimenteren met beweging. Ja, hydraulische toestanden. Gaat niet altijd goed. Hè? Kijk naar Culemborg vorig jaar. Ja. Maar goed, wel weer een stapje verder. Ja, klopt inderdaad. De beweging is de afgelopen jaren al wel vaker aan bod gekomen. Figuratie is de laatste jaren ook steeds meer op een goede manier gebruikt. Ja, muziek. Muziek. Maar er zijn nog veel meer dingen mogelijk. Noem eens wat. Ja, dan heb je het bijvoorbeeld over je productverwerking. Nou, wat wij dus dit jaar laten zien is dat we producten op visdraad gaan rijgen. Maar je zou veel meer kunnen doen. Je moet bijvoorbeeld denken aan... Je zou bijvoorbeeld ook een wagen kunnen opbouwen uit maar één productsoort. Dus stel je voor dat je het schilderij De Aardappeleters opbouwt uit... alleen maar aardappels. Dat je dat beeld 3D maakt en alleen maar aardappels gebruikt. Je hebt binnen aardappels nog zoveel soorten, kleuren, groottes, waarmee je zoveel structuren kan maken. Ik denk dat bijvoorbeeld een heel interessant beeld op kan gaan leveren. Dan heb je letterlijk en figuurlijk de aardappeleters. Ja. Je zou producten in plaats van kunnen plakken in weekpotten kunnen zetten en daar een beeld mee vormen. De mogelijkheden zijn onbeperkt in principe. En, dat heb ik wel geleerd vanuit andere Corso's, dus Zundert. Daar zijn zulke extreme experimenten geweest. Dit jaar heeft er bijvoorbeeld een wagen meegereden waar ze de bloemen in cement hebben geduwd. Dus ja. Er zat een laagje cement op. Ja, ook dat zou met ons fruit kunnen, een laagje cement erop. Of stel je voor je maakt een soort slijmerig beest, misschien wel een alien of zo. En je zou je producten gewoon plakken zoals je normaal doet. En als laatste laag zou je groene gel toevoegen. Dus je gaat groene gel over je producten heen smeren. Waardoor je echt een slijmerig, vies beest krijgt. Maar daartussendoor zitten gewoon je producten. Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden onbeperkt. Dat Corso, dat komt er weer aan. En er wordt het een en ander bekendgemaakt. Ja, want er is een denktank geformeerd om nou eens te kijken van... Hey, hoe kunnen we dit Corso nou gewoon zorgen dat het blijft bestaan? Blijft bestaan. Want er is natuurlijk best wel wat aan de hand. Hè? Je hebt zelf al een beetje aangegeven. Financiële mogelijkheden zijn niet breed, laten we het zomaar omschrijven. Die denktank, wat voor mensen zitten daarin? De denktank die bestaat uit een aantal voorzitters, een aantal ontwerpers. Er zitten mensen vanuit de fruitsector in, vanuit de binnenstad zit iemand. En die denktank die heeft als opdracht meegekregen om te kijken hoe kunnen we het Corso weer toekomst geven. En het belangrijkste speerpunt is eigenlijk dat verdienmodel. Er moet weer een verdienmodel komen. Ja, Maarten Hommersom die heeft ook in deze aflevering gezeten, hè, van Zomervisite. Die zei ook van ja, het fruit Corso moet meer de tool zijn dan het doel. Ja. En daar bedoelt hij mee van, we kunnen daarmee deze regio op de kaart blijven zetten. Mm-hmm. En er ook voor zorgen dat het de saamhorigheid geeft. Ja, dat klopt. Ben ik helemaal met hem eens. Je ziet al dat steeds meer clubs met elkaar samenwerken. Het wijgevoel wordt steeds groter onder de Corso-clubs. Mm-hmm.
En dat wijngevoel binnen de regio, dat mogen we ook steeds meer gaan uitdragen. En we zijn nu bezig om te kijken hoe kunnen we dat vormgeven. Dat is nog de grootste uitdaging. Ja, er zijn al wel een aantal dingen in een andere media verschenen. Van nou, dit en dit gaat er gebeuren. Bijvoorbeeld alleen maar een tentoonstelling. Maar het rondje om de kerk, laten we het zo even omschrijven, ja. Dat zal blijven. Hè? Ja, wij zijn als Denktank aan het werk gezet. Met in eerste instantie een idee. Mm-hmm. En dat idee was dat er alleen een tentoonstelling zou zijn. Vanwege het simpele feit dat dat makkelijk af te zetten is, waardoor we dus makkelijk inkomsten kunnen genereren. Wij hebben als Denktank tijdens de eerste meeting meteen gezegd, daar gaan wij niet voor. Een corso is een optocht, een rijdende optocht. Dus wij zijn als Denktank ook bezig met het idee van een rijdende optocht. En blijft dat dan in dezelfde buurt rijden zoals het nu is? Ja, daar zijn we nu echt druk mee bezig om dat vorm te geven. Er zijn meerdere ideeën. Kun je een voorbeeldje noemen zonder tot in de details te gaan? Waar nu bijvoorbeeld aan gedacht wordt is de Waalkade. Of dat een haalbaar rondje zal zijn. Maar er moet nog zoveel uitgezocht worden nu dat echt te vroeg is om over te praten. Het is afhankelijk van de gemeente, het is afhankelijk van de organisatie. Ja, je hebt natuurlijk heel veel partijen waar je mee te maken hebt. Ja. Wanneer wordt het helder? Wij gaan na de corso meteen weer bij elkaar komen. En om de boel weer meer vorm te geven. Het plan is wel dat we voor volgend jaar een plan hebben. Dus er zal nu vaart achtergezet worden. En hoe dat verder gaat lopen, durf ik eigenlijk ook niet eens te zeggen. Oké. Even nog terug naar de corsowagen van Maas en Waal. Ja. Je hebt dit ontworpen, het idee gelanceerd. Uiteindelijk ben je hem aan het realiseren samen met de vrijwilligers hier. Mm-hmm. Hoe is dat tot nu toe bevallen? Tot nu toe loopt het vrij soepel. We hebben wel een aantal stappen overwonnen. Het is echt het wiel uitvinden. Dus de draden die... Het maken van de draden is nu helemaal klaar. Dat was een week terug zelf. Maar wat ik al zeg, het was het wiel uitvinden. Dus we hebben echt met elke stap hebben we moeten uitvinden hoe werkt dat het makkelijkste. En hoe kunnen we op die manier een grote groep mensen ook allemaal aan het werk houden. Daar hebben we een systeem voor bedacht en dat systeem heeft gewerkt. Dus alle draden hangen nu helemaal gecodeerd klaar in de rekken die je achter ons ziet. Mm-hmm. En het wordt zo meteen een kwestie van de draden inhangen. Nou, hartstikke goed. En veel succes gewenst. En mag ik jou danken voor het gesprek. Ook bedankt. Tot zover deze aflevering van Zomervisite. Graag tot de volgende keer.